AZ tegen Fortuna. De nummers 12 en 17 op dit moment in de Eredivisie. En dat is voor beide ploegen te mager. Zeker voor AZ, dat vanavond bij een overwinning wel kan stijgen naar de 8e plaats. Opstelling van AZ. Met één wijziging ten opzichte van de wedstrijd bij Vitesse van afgelopen zondag. Gudmundsson keert terug in het elftal. Beukema zit op de bank. En AZ speelt vandaag dus gewoon weer in een 4-3-3 formatie. In tegenstelling dus tot afgelopen weekend. Toen AZ in een 5-3-2 formatie voor de dag kwam. Scheidsrechter is Dennis Higgler. Net als videoscheidsrechter in Zeist Martin van der Kerkhof. Hier zijn de captains, zij die elkaar dus goed kennen. Wijndal en Seuntjens. Een van de weinige positieve uitzonderingen bij Fortuna Sittard. Mats Seuntjens met gewoon 7 doelpunten. Dat is natuurlijk uitstekend. Aan die kant. Met de balmannen, succes. Voor de captain. Vier wedstrijden op een rij verloren. Fortuna Sittard. Go Ahead uit, PSV thuis, Heracles uit, Groningen thuis, 1-4. En ook vandaag weer veel wijzigingen, omdat er geblesseerden en geschorsten zijn. Jansen geschorst, Tirpan en Ferrati niet fit. Rienstra op de bank, basisplaatsen voor Pinto, centraal achterin. Voor Lombeek als rechtsback, voor Duarte op het middenveld, net als voor Moussaba. Vorig seizoen nog speler van Dordrecht. Vandaag dus basisspeler voor de derde keer in dit seizoen. Bij Fortuna Sittard. AZ heeft wel zo zijn problemen gehad met tegengoals uit spelhervattingen. Met name in de openingsfase van het seizoen. Maar hier was het alweer gevaarlijk. Via nota bene Lombeek. Dat zou toch wat geweest zijn. Als hij zijn eerste doelpunt voor Fortuna gemaakt zou hebben. Hatsidiakos. Zo is AZ nog niet zoveel de helft van Fortuna geweest. Cox onderschept weer. Dus lukt het ook nu niet voor AZ. Seuntjens ineens richting Moussaba. Dan via Martin Zindi en Hatsidiakos over de achterlijn. Zo valt vooral de aanvallende rol voor Moussaba op. Die bijna als tweede spits speelt. En er zit hierin ook Fleming. In tweede instantie is het raak. En hij gaat het zo vieren. Dat heb ik nog nooit gezien. Wat is hij van plan? Sian Fleming, wat heeft hij hier opgeschreven? Sporten is gezond, zo is het. En scoren maakt vrolijk voor Fleming. Dat is een aardig statement voor de jeugd. Die in de avonduren het veld niet meer op mag. Vindaal houdt die bal wel tegen, maar Fleming blijft scherp en zet Fortuna op voorsprong. Gudmundsson nu even vanaf de linkerkant. Witri. Karlsson. Dat is een goede bal. De Wit heeft veel tijd nodig. Glijdt weg en raakt stevig geblesseerd, zo lijkt het. Overtreding werd er niet gemaakt volgens Higgler. Dan staat De Wit ook alweer. Martens Indy. Gudmundsson. Gudmundsson. En Van Os. Voor het eerst is er wat dreiging van AZ in deze wedstrijd. Martens Indy. Diepgang bij De Wit. Mietje. Lijkt nu toch wat meer de strijd aan te gaan. Mietje op het middenveld. Voorzet van Karlsson. De bal van De Wit. Karlsson dus nu al een tijdje van kant gewisseld met Gudmundsson. Witri. Pavlidis. Ruimte voor bij Pinto. Klaasie. Karlsson. Vlotlopende aanval, daar was De Wit. Zo zal het moeten gaan voor AZ. Goeie paas van Hatsidiakos. Gudmundsson pikt wel op.
Zo kan je ook gevaarlijk worden. Als je de bal verovert, dicht bij het doel van de tegenstander. En dat levert ook een grote kans op voor Carlsen. Die weliswaar stijlvol en in balans kan trappen. Alleen die bal recht op de keeper afschiet. Voorzet van Wijndal. Daar Jesper Carlsen. En recht op Van Os af. Goeie bal, Noslin. Daar is Vindaal, die moet wel zorgen dat hij in strafschopgebied blijft. Higler twijfelt, kijkt naar zijn assistent. Maar ja, die assistent kan dat helemaal niet beter zien. Daar staat Higler toch echt beter voor. Het is niet de minste assistent scheidsrechter, Erwin Zijnstra. Ja, dat is het op buiten. De Wit, Klaasie, Dani De Wit, voldoende spelers van AZ in het strafschopgebied en daar is hij voor Pavlidis. Daar is de gelijkmaker voor AZ, 5 minuten voor rust. Niet gescoord in de laatste 3 competitiewedstrijden, Pavlidis. Hier maakt hij zijn 5e van het seizoen. Afgemeten voorzet van De Wit, perfecte voorzet. En behoorlijk vrij, Pavlidis knikt hem dan perfect binnen. En zo staat het kort voor rust gelijk in Alkmaar. Carlsen. Carlsen zelf. En dat is een lekker schot. AZ staat met 2-1 voor. Bijzonder overtuigende uithaal van Jesper Carlsen. Carlsen wordt niet heel veel in de weg gelegd door Lomwijk. En blijkbaar is het schot te hard voor Van Os. En wordt de keeper toch nog verrast. Witry gaat naar de kant. Sugawara komt voor hem. En ook een invalbeurt voor Tijani Reinders. Als vervanger van Jordi Klaas. Sugawara. Strak aangespeeld door Hatsidiakos. Carlsen. Sugawara, Pavlidis voor het doel. Reinders nog. Die kan aardig schieten. Pavlidis notabene houdt die bal tegen. Martens Indy wil eigenlijk niet terug. Vindaal. De vrije Mietje, Sugawara. AZ laat zich niet verleiden tot het spelen van de lange bal. Sugawara, Carlsen. Sugawara, Pavlidis. Dat is een goede aanval, maar het schot is teleurstellend van De Wit. Komt u wel gewonnen door Dani De Wit. Kruipt er vol bij Anga, dan is het kansrijk voor de AZ. Carlsen. Krijgt hij de bal niet op doel. Sugawara, zoetje speelt de bal, raakt hem als laatste. Ingooi is voor AZ. De Wit, Mietje, Gudmundsson. Lomwijk. Misschien beter een corner weg kunnen geven. Nu wordt het Jesper Carlsen. Wijndal heeft de bal. Wijndal. Daarna Sugawara die kan afdrukken. Gudmundsson, Pavlidis. Nu moet hij het afmaken. Heeft hij te veel tijd nodig? Is Pavlidis van mening dat hij geraakt wordt door Lomwijk? Higler zag geen overtreding. Hij kreeg dus niets. Pinto. Zeuntjes. Reinders gaat
wandelen met de bal. Er wordt vastgezet door drie spelers van Fortuna. Hansson probeert het en het is helemaal geen slecht schot. Van de invaller aan de kant van Fortuna. Abu Ghlal gaat in de ploeg komen bij AZ. En ook een invalbeurt voor Youssouf Barassi. Die we vooral kennen van zijn wedstrijden bij Jong AZ. 18 jaar. Hij gaat zijn eredivisie debuut maken. Pavlidis naar de kant. Doetson naar de kant. Abu Ghlal. En Barassi. Absoluut de slotfase. Hoekschop, Mietje. Dosjo Leek. Laat in ieder geval twee spelers van AZ achter zich. Fleming. Seconde of 20 nog. Hansson. Fleming. Niet buitenspel, Fleming, maar sterk verdedigd door Sugawara. Als Sugawara die bal een ros naar voren geeft, dan zit de wedstrijd erop. Nu komt er een ingooi voor AZ, zijn ze ontzettend boos bij Fortuna Sittard. Maar fluit Hichler meteen maar voor het einde van de wedstrijd. En zo wint AZ een tikkeltje benauwd met 2-1 van Fortuna Sittard. Het winnende doelpunt van Karlsson in de tweede helft. Het was niet echt een overtuigende wedstrijd van AZ. Maar Fortuna had in de tweede helft ook niet de wapens om terug te komen. En verdient eigenlijk ook helemaal niets vanavond hier in Alkmaar. Vijfde nederlaag op een rij voor de ploeg van Sjors Ulte. En voor AZ is het de eerste overwinning in de competitie sinds 30 oktober. 2-1 vanavond